Let the children play and give them hope someday to live their life in unity. Let the children play. Inge van den Biggelaar van de Star Company uit Bokstel doet er werkelijk alles aan om haar project tot een succes te maken. Zo ging zij zelf met de pet rond bij de wethouders en ambtenaren van de gemeente Bokstel om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Het Vergeten Kind. De afgelopen 6 maanden kregen ruim 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar bij haar een opleiding in zang, dans en acteren en werden de kinderen door haar meegenomen in de wereld van de showbiz. Zo waren er al verschillende radio-interviews en is er een heuse videoclip opgenomen. Inge vindt het belangrijk om de kinderen mee te geven, oog te hebben voor de medemens. En daarom worden haar projecten altijd gekoppeld aan een goed doel. Op 22 januari geven de kinderen van de Star Company een afsluitend concert in het Hof van Liemt. En daar zal ook hun eigen lied, Let the Children Play, ten gehore worden gebracht. De cd-verkoop hiervan moet natuurlijk zorgen voor een mooi bedrag voor Stichting Het Vergeten Kind. Hoeveel heb je er al verkocht? 3 al? En hoeveel ga je er vandaag verkopen? Waarschijnlijk 0, maar ik hoop 7. En wij hadden gewoon het ludieke idee om een gemeentehuis te komen bestormen. Dat lijkt me hartstikke spannend. Heel goed idee van jullie. Ja, en wat was het doel? Want ik zie jullie allemaal mooie cd's vasthouden. Nou, wie wil er iets vertellen, jongens? Huren? Gaan ze verkopen voor geld gaat naar goed doel voor het vergeten kind. En daar hebben jullie die cd voor volgezonden? Ja. Wat goed. Wat goed. Zal ik er nog 5 kopen? Ja! Doe ik. Ga ik ook deze maken. Nog een collega van mij daarachter. Hey. Ik heb mijn pas mee in dit gehad. Kijk. Ik wil er in ieder geval wel 2 kopen. Kijk. Dankjewel. Ga je er ook een kopen? Ik heb er alleen gekocht zelfs, dus eentje? Ja, eentje is even genoeg voor dit moment. Hey, let the children play. Hey, let the children play. Hey, yippee-yay. Hoe gaan de zaken met het verkopen van de cd's? Heel goed. Hoeveel heb je er al verkocht? 10. Nee, 11. 11. En hoe doe je dat nou? Nou, ik ben langs familie gegaan en dan hier nog even en dan heb ik net mijn neefje, die is 2, die heeft ook 1 verkocht voor mij. Ja, ik vind het een heel belangrijk doel wat ze nastreven om die kinderen te ondersteunen, het vergeten kind. We weten inderdaad vaak niet dat die kinderen gewoon tussen ons zitten of zijn, dat ze eigenlijk vlakbij zijn. We hebben het idee, kinderen die verwaarloosd zijn, mishandeld, dat zijn kinderen misschien in een ver land of zo. Maar het gaat nu om kinderen die vlakbij zijn en die door allerlei omstandigheden dus niet gewoon gezellig op school kunnen zitten, niet gewoon gezellig mee kunnen doen met sportactiviteiten. En het is gewoon hartstikke goed dat andere kinderen zich daar druk om maken en dat ze een actie voeren om die kinderen te ondersteunen. Nou, ik vind dat het gemeentehuis sowieso toegankelijk moet zijn voor iedereen die hier
graag wil pleiten voor zijn eigen idee of zijn eigen initiatief. En dit is een geweldig initiatief, want het gaat om kwetsbare kinderen die hier mee gemoeid zijn. Dus het is alleen maar goed dat de kinderen hier op hun eigen initiatief ook voor het goede doel rondlopen. Dat is prima. Dik uur en hebben wij verkocht 68 cd's. Aan 5 euro. Echt helemaal te gek. Dus wij willen bij deze ook even alle ambtenaren en wethouders van gemeente Boksel, meewerkend Boksel, bedanken voor jullie gulle bijdrage en ter ondersteuning van het project van de Staarcompagnie. Speciaal voor het vergeten kind. Dus heel hartelijk bedankt. En voor de burgemeester leggen we dan nog eentje op zijn bureau. Dankjewel. Hey, children play, do it together, that's the only way. Sing together, dance together, come on, let me hear you sing.